dames en heren. Als iedereen in de grote zaal zou willen komen, ik weet niet of er nog mensen in de foyer zijn. Nou, als er nog mensen in de foyer zijn, dan lopen die vanzelf binnen. Welkom allemaal bij de tweede maatschappelijke beursvloer van de Aaltense Uitdaging. Ik vind het erg leuk om weer te zien dat er heel veel mensen zijn, zowel vanuit het bedrijf in de gemeente Aalten als vanuit verenigingen en stichtingen. Een aantal van jullie herken ik van vorig jaar, een aantal zijn ook nieuw, dus ik leg heel even kort uit wat de bedoeling is vandaag. De beursvloer is een manier om te handelen in vraag en aanbod met gesloten beurs. Het gaat er dus om dat verenigingen, die hebben vaak een vraag waar zij zelf niet uit kunnen komen, niet de middelen voor hebben of niet op de juiste know-how kunnen komen. En bedrijven die willen graag maatschappelijk betrokken ondernemen en die willen die verenigingen graag helpen. En wij als Aaltense Uitdaging proberen het hele jaar door vraag en aanbod bij elkaar in contact te brengen en zo matches te maken. Maar op de beursvloer is de bedoeling dat de mensen het zelf gaan doen. Dus we nodigen iedereen uit hier om zoveel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen heeft een badge gekregen. De groene namen zijn de verenigingen en organisaties en de rode zijn de bedrijven. U heeft als het goed is ook allemaal een programmaboekje gekregen. Daar staat in wat er bij ons bekend was aan vragen en aan aanbod. Maar ga vooral ook met elkaar in gesprek als het niet op het lijstje staat. Er zijn vier hoeken, zoals u misschien heeft gezien. Diensten, klussen, materialen en durf te vragen. We hebben geprobeerd op die manier een beetje stroming te geven, zodat vraag en aanbod op een goede manier bij elkaar kunnen komen. Maar op het moment dat u zegt van ik kom er even niet uit of ik weet niet wie die persoon is of hoe kom ik erbij, dan hebben we de hoekmannen en vrouwen. Dat zijn de dames en heren die in die mooie gele blauwe beursvloerjasjes rondlopen. En die zijn van de organisatie en die zijn altijd bereid om u te helpen en die weten vaak bij wie u moet zijn. Even kijken, op het moment dat u met een bedrijf of met een vereniging in gesprek bent en u wilt een match maken, dan zijn er matchformulieren, die liggen ook aan de zijkant en op de tafel. Die vullen jullie samen in. Denk daarbij ook na over een tegenprestatie. Het is altijd fijn als een bedrijf iets doet om een bedankje te krijgen. Het hoeft helemaal niet groot te zijn. Het gaat erom dat je eventjes een bedrijf in het zonnetje zet. Vervolgens, als jullie met elkaar eens zijn, dan lopen jullie hier een trapje op. Dan zit daar achter het bureau straks de notaris. Die bekrachtigt de match, die bekijkt het, die zet zijn handtekening eronder. Er wordt ter plekke een kopietje gemaakt. Vervolgens kunt u hier langs lopen. En dan staat hier een ruimte om even een leuke foto te maken, zodat de match op de foto komt. En het liefst willen we die dan ook meteen op social media zetten. En vervolgens kunt u aan deze kant het podium weer verlaten en een nieuwe match gaan maken. Ja. Want we hopen dat we vandaag heel veel matches weer kunnen maken. Volgens mij is dat een beetje de werkwijze. Dan wil ik graag voor het officiële gedeelte van het openen van de beursvloer de notaris er even bij vragen. De burgemeester. De burgemeester erbij vragen. Burgemeester Gerritsen, kijk uit. Nog net, hè? De nieuwe burgemeester is een aantocht, maar u bent de interim burgemeester van de gemeente Aalten. Komt uit Zutphen en ik begreep dat u het concept van de beursvloer al kent. Ja, ik heb er al vanaf het ontstaan eigenlijk mee te maken gehad. Toen het in Arnhem was het begonnen, Gerda Geurse daar het initiatief genomen heeft. Toen zijn we, dus eigenlijk toevallig hoor, maar vanuit Zutphen onder andere op bezoek geweest om te kijken hoe dat in Arnhem ging. En toen is het ook heel snel in Zutphen ook ingevoerd. Dus ik heb meerdere beursvloeren daar mogen zien ontwikkelen. En het lijkt heel erg op wat hier gebeurt, dus ik wil eigenlijk wel beginnen ook met via jou, maar ook aan jou een compliment te geven, maar ook voor alle mensen die voor de organisatie hebben gezorgd, want dat is geen sinecure, er moet heel veel gebeuren. Dus dames en heren, misschien is een applausje wel op zijn plaats voor iedereen die dit tot stand heeft gebracht. Leuk er niets gebeurt en mooie complimenten. Ik vind het ook een hele mooie opkomst. Ik weet niet, valt u nog iets op als u ziet wat u hier allemaal voor mensen en bedrijven? Nou ja, wat ik
echt bijzonder eraan vind, dat is, je noemde dat zelf ook al, het maatschappelijk betrokken ondernemen. In het verleden hadden we het over maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar betrokken is natuurlijk nog weer meer van toepassing op datgene wat hier tot stand komt. Ik vind het echt fantastisch dat je letterlijk een vloer biedt om op het gebied van dienstverlening, ondersteuning, maar vooral ook in materiële zin, kunt zorgen dat er matches tot stand komen. Dat is iedere keer weer spannend. Dat is gewoon heel leuk om te zien. En behalve dat het maatschappelijk dus een groot effect heeft, heeft het natuurlijk ook een duurzaamheidselement in zich. Want spullen die de een over heeft en de ander nog heel goed kan gebruiken, worden op deze manier die hebben een langer leven. Dus het is eigenlijk letterlijk duurzaam. Dus ik vind het prachtig. Ja. Het is echt een win-win-win situatie. Hè? Iedereen wordt er als het goed is een beetje beter van. Ja. Is er nog iets, als u dit zo ziet, dat u denkt van nou, dat wil ik de volgende burgemeester meegeven, want dit is zoiets wat we moeten houden misschien in de gemeenteraad? Ja, er zijn hier ook niet voor niks twee wethouders aanwezig. Volgens mij moet er in het komend jaar nog een besluit vallen of de gemeente betrokken blijft bij de ondersteuning van dit geheel. En nou zal ik toezeggen dat ik in mijn overdracht naar de nieuwe burgemeester daar zijn aandacht voor zal vragen. Nou, vandaag worden we ondersteund door leerlingen van Schaarsvoorde. U heeft dat ook gezien, hè? Die doen voor maatschappelijke stage. Bij de ingang zijn ze en bij de horeca helpen ze straks. Er is ook een dame vanuit Verpand, Melinda Thomas. Ze heeft een rode jurk, loopt hier rond. We hebben een Twitterwall waar straks alles wat er getwitterd wordt met de hashtag BVAU, oftewel Beursvloer Aaltse Uitdaging 17. Alles wat er op getwitterd wordt, komt op het scherm, dus dat is hartstikke leuk. Nu mag u straks met een slag op de gong de beursvloer openen en dan kan het handelen beginnen. Misschien is het leuk, ik weet niet of er veel mensen met Twitter zijn, om dat moment even vast te leggen en met de hashtag BVAU17 op Twitter te zetten. Want dan kunnen we meteen die Twitter wel een leuke boost geven. Ik weet niet, wil je nog iets zeggen of wilt u meteen overgaan tot het slaan van de gong? Nou ja, de woorden die ik wil uitspreken is dat ik jullie allemaal heel veel succes wens met het tot stand doen komen van de nodige matches. Ik hoop dat iedereen straks tevreden is, maar vooral ook enthousiast over het feit dat we dit hier met elkaar tot stand hebben gebracht. Ja, mag ik? Zijn jullie er klaar voor? Alle matches staan al startklaar. Dan mag het vanaf nu. Thank you.
Even de aandacht. Er is een auto die stond niet op slot, de sleutel zat erin en dan hangt een lint van de Rabobank in. Kan dat kloppen? Ja? Kan hier opbouwen.
handeltijd. Dus over een kwartier dan slaan we begonnen en dan houdt het handelen op. Dus dan weten jullie dat. Als je nog een match wil maken, wees er snel bij, want we hebben nog 1 kwartier. Thank you.
dat zo? Yeah.
alles goed gegaan of niet, Matthijs Rensen? Ja, inderdaad. Ik heb een uur en 10 minuten onafgebroken matches gecontroleerd en ondertekend. Echt ongelooflijk, denk ik. Zul je direct zien. Het was natuurlijk al een hele uitdaging om van A tot hier te komen, want je moest via allerlei omleidingen en dus wat dat betreft doet de aardse uitdaging ook wel naar weer aan, zeg maar. Maar toch heel veel mensen die konden het vinden, hè? Ja, ik zie van alles, ja, zeker ook uit Aalten, ja, ik ben van alles langskomen op de Twitterwall, dus ik ben dan nu al helemaal enthousiast, maar ik denk dat we ook een heel mooi aantal matches hebben bereikt. Ja, want het totaal aantal is meer dan 50. Ja, 51. Dat is meer dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we de 41 en nu 51, dus dat is geweldig. En de waarde? Ja, die wordt bekendgemaakt door via de scherm. Ja, en elke match is een waarde gehecht, hè? Ja, ook om een beetje... Ja, die heeft u gekocht. €0. Nou, daar komt hij, hè? Nou. Gaat hij doen? Oh, de verbinding ligt eruit. Ja. Ik neem aan dat 51 matches niet €0 is. Nou, dan gaan we het nog een keer proberen. Kijken of hij het doet. Jelle Brandkowski is op de achtergrond. Nou, wat een hele leuke tool, hè, was ontwikkeld om te laten zien hoeveel matches er waren, maar het lijkt erop alsof hij het niet doet. Nog één keer proberen via een andere profiler, je weet het niet. Nou, anders Melinda, mag jij iets zeggen, dat vind ik ook wel mooi. Gaan we het nog even afwachten of... Goed, Melinda, mag jij het zeggen? Wat is de waarde van de 51 matches van de tweede maatschappelijke beursvloer in de gemeente Aalten? Er is vanavond €22.035 omgezet. Dat is nog heel veel. 22.035 euro. Nou, ik wil iedereen die dat mede mogelijk heeft gemaakt heel, heel hartelijk danken. Alle bedrijven, alle verenigingen. 51 matches met zo'n maatschappelijke waarde. Dat zegt iets over de maatschappelijke betrokkenheid in deze gemeente. Ik ben jullie heel dankbaar. Ik hoop dat jullie nog eventjes nog wat nakletsen. Misschien komen er nog wat matches uit voort. Dat weet maar nooit. Alle matches die niet gelukt zijn vandaag, of alle aanvragen die niet gelukt zijn, die nemen wij ook weer mee. Want wij proberen door het hele jaar rond matches te maken. En we geven ook workshops en informatie. Dus als je meer wil weten, kijk op onze website aaltensuitdaging.nl of neem contact met mij op. En ik hoop dat jullie nog even plezier hebben en dan wens ik jullie straks wel thuis.
Ja.